Breda Nu. Je weet het meteen. We zijn hier vandaag in het Breepark. Jongens, wat is hier te doen? Het stuitfestijn is één groot springkussenfestijn voor de kinderen vanaf ongeveer 4 jaar tot 12. Dus oftewel vooral de basisschoolkinderen. En die gewoon hier een dagje kunnen stuiteren. Het idee komt er vandaan omdat Breepark ook eigen producties natuurlijk wil opzetten voor alle leeftijdsgroepen. In de herfstvakantie in 2017 was natuurlijk de grote openingsweek gepland. En daar is dit een productie van nog wat toen gepland stond. Helaas hebben we die toen natuurlijk niet kunnen doen. Maar eindelijk is het zover dat we ook het stuitenfestijn in de lucht hebben kunnen gooien. En nou, tada! Kijk om je heen. Het staat er en we zijn ontzettend blij met het eerste grote succes van het stuitenfestijn. Nou, we hadden natuurlijk verwacht dat er inderdaad wel kinderen op af zouden komen met ouders. Maar wat er nu vandaag allemaal op de eerste dag al op af is gekomen, dat is zeker meer dan wat we hadden verwacht. Dus we zijn ontzettend blij. We hebben zelfs nog een dag te gaan, want dit is natuurlijk dag 1. Morgen dag 2. Ja, we zijn met z'n allen ontzettend blij. Het is voor herhaling vatbaar. Zeker, ja, absoluut. Ja, hoe vind je dit hier vandaag? Leuk. Ja? Het is, kan heel erg hoog springen. Ja? En er zijn veel stormbanen, kan er veel doen. En wat vind je nou het allerleukste van wat hier allemaal staat? Nou, je hebt daar een springkussen. Ja. En dat zakt naar beneden. En dan, en dan gaat het omhoog waar het licht is. En waar veel mensen liggen, daar gaat het naar beneden. Dus, okay. En dan ga je steeds omhoog en naar beneden. Oké, klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar het is hartstikke leuk. Ja. Jullie zijn hier echt al heel lang bezig dan, Ameland. Ja. En nog steeds niet moe? Nee, niet helemaal. Okay. Ja, hoe vind je het hier vandaag? Leuk. Ja? En wat maakt dit nou zo leuk dan? Dat je heel hard kan springen en zo. Ja? En glijden. Oké, en wat is nou het hoogste, hoe hoog je vandaag hebt gesprongen? Geen idee. Maar wel een paar meter? Nou, dat denk ik niet. Okay. En jij hebt net die hoge toren beklommen, heb ik gehoord. Maar daar heb je wel een leuk verhaal over. Ja, het was best moeilijk, want die jongetje, die kwam, die zat naast mij en ik kon niet verder. Oh, en toen? Ja, toen moest ik even wachten. Wat hebben jullie allemaal al gedaan vandaag? Ik heb een koprol en dan heel even op mijn hoofd staan. Vind je het leuk? Ja. Ja? En wat heb je allemaal gedaan hier? Speelt. Ja, en heb je veel op en neer gestuiterd vandaag? Ja. Nou, laat zien wat je hierop kan. Miep, miep. Dat vond ik de beste. Jij bent kampioen turnen, hoorde ik. Ja. Ja, wat is jouw naam? Sam. En hoe oud ben jij? 9 jaar. Oké, en wat ga je nou voor ons doen? Arby achteruit salto. Nou, dat klinkt wel heel vet. Laat zien. Breda Nu. Je weet het meteen.